van aangegaan. Die boer is land nog vast, soos anders in de kas. Alles net door jy, keer op keer gaan. Alles, alles van ons saam. Ons het gekyk na Petronel Baard, van jou se wenner van die Crescendo competitie. Petronel, geluk, welkom by Prontheid, hoe voel het? Baie, baie lekker, dankie, ek is baie blij met te wees. Ek is baie opgewonde, het is een wonderlijke geleentheid. Jy is een drama student, jy is bezig in jou neersjaar by Stellenbosch. Dis reg. Hoe het gekom met jy enigszins deelgeneem het? In Crescendo, ek neem ook al Weekend sang. En toen zei ik vaak, hoeveel ik graag zing, wat moet ik doen? Toen zei ze maar, de beste manier, schrijf in voor Crescendo en kijk waar kom jij. Ja, maar toen klom van die mensen wat vandaag bekend is, ze daar beginnen, hè? Zo, ik hoop alles zelf, zij en Randall ook daar beginnen, ja. Zo, ik hoop normaal, ons kan verder gaan dan jy. Waar had jij begin met jou inschrijving? Want ik denk, dit is een verschrikkelijke sanitaire strijd om ze weer al die rondes te gaan. Ja, wel, ik heb een liedje geschreven. Voor de eerste keer in mijn leven, en ik heb een jaar begin muziek schrijven. En ons was elke keer twee instuur, dus ik heb maar die CD willen gebrengen. Ik zie zelf gekomen, Johannes. Mooi, mooi, mooi. En toen is maar gekijken elke rond. Ik heb niet gedacht, ik ga inkom eerst niet. Toen zit nou eerst semifinalist, finalist, om uiteindelijk vanavond hier te kunnen zitten. Maar het was baie erg, het is 5 maanden wat mis dood maak, rarig voor. En dan buis je nog bezig om te swat op? Ja. Ik kom daar nog deur, zo half. Oké. Ja. Jij komt van Leersdorp af? Het is raar, ja, het is niet Boylaat. Nou bij Frans. Ja, nee, ik weet, het is een baie mooi dorp. Ik heb familie waar daar blijft. Maar nou wil ik jou vragen, waartoe maak jy vorentoe, Suid-Afrika, elders, want het is hoofsaaklik kabaret, is ek reg? Ja, kabaret, maar ek is lief vir alle soorte muziek en vir al vir Afrikaans. Ek het een verskriklike passie vir Afrikaans. En nie, ek mik, want dit is my taal. Dit is ons identiteit en ek is lief daarvoor. Ek dink ons het nodig om 'n slag weer bly te raak, soos ons rugby. Om bly te raak oor ons taal ook. En beslis nog nie oor sien nie, ek wil nie bly, ek wil nie so sing. Ons gaan hopelik in die begin volgende jaar een serie sny en dan zoals probeer om op Oudsoorend vry te stel, ons gaan ook kyk hoe die tyd ons inhaal, ja. Lekker. Ja, want buiten die gelekker fit check wat jy gewen het, is daar ook natuurlijk een serie wat geborg word dier die Atikafé. Ja, dier die Atikafé, ja. Hulle doen ongelooflik baie rarig van Afrikaans, het is waar blij daar oor. Het jy ster competitie in die eindronde gehad? Verskrikkelijk. Jene, die mense is so talentvol, dit was fantastisch eindelijk. So ek denk, het is moeilijk om een keuse te maak, wie is dan die beste, want ek kan nie rarig sê, die smaak verskil so baie. Maar ek is blij om hier te kan sit, ja. Ons, die video waarna ons nou gekyk het, hy kom van onlangs af? Ja, dit is van die jaar gesnij. Die 6 finaliste, dit is die 12 semifinaliste, wat elke op die serie verskyn het, en toe kies hulle 6. Die mense is die toe. En toe kry ons elke muziekvideo, wat gedeer geraas gedoen is, en van die gespeel is. Ja, baie. Dit is een baie video waarna ons af. Ja, gewoon die mense is baie goed wat het gedoen het, hulle is prachtig. Hulle ken hulle waar. Ja. Nou, ons gaan na nog een video van jou kyk, of verder kyk, en kan ons jou so vraag, jy maak klaar van jou met jou wanneer? Ja. Wat beplan jy vir volgende jaar? Wel, ek gaan show, ek gaan optree en ek gaan toer door die land en hopelijk nog baie verder gaan dan. Het is een interessante ding wat jy sê van show, want dit beteken dat hierdie ding het jy so hupstoot gegeen dat jy kans hier nou voor om as een vryskut kunstenaar eenvoudig net. Wel, ek sal anyway moes, dus dan as ek, en dat weet ek nie gewin nie, jy moet in geval het doen, jy moet op so vryskut basis begin en omdat ek het bereid wil doen, is dit die type ding wat ek graag sal wil doen, ja. Wat het jy laat besluit, jou stemkleur of hou jy doodgewin van kabaret? Baie liefde voor, ek is een vreselike liefde vir Amanda Strydom en als wees iets, man, weet ek, is daar baie bewondering vir hulle. En ek denk in Afrikaans is het werkelijk een braakveld nog in kabaret, maar ook in jazz en blues en al die andere dinge wat is nog nie geëxperimenteerd het mee nie. So ja. Hoekom het jy nog een vroeger muziek geskryf nie? Ek weet nie, denk ek was raag gevoel nie, denk ek is nou eers raag, ja. Ek denk jy is raag op een storm, ek het baie gesing en ek het opgetreen, so hier en daar op my brouwvier sal ek sit en dan sommer die gitaar vat en tokkel en nonsens sing. En ek denk vir die eerste keer was ek miskien rijp genoeg daarvoor om wat ek kan skryf, ja. Skryf jy primair vir die klavier? Jy speel ook gitaar? Klavier, ook gitaar, maar primair klavier, ja, verzeker. So as jy gaan sit om te toon sit of sit om te skryf, dan doen jy dit noodwendig by die klavier? Ja, verkieslik. Nie altyd hierdie liedje wat gewen het, het ek by die gitaar geskryf, so lang genoeg. Ach, het hang maar af wat my gemoedstemming is, of waar die liedje gaan ook, ja. Ek denk is een wonderlijke aand as jy besef, jy was tussen ander talentvolle deelnemers en jy is een wenner. Dit is fantastisch. Ek het eerst die stuurs gehaal en toe die stuurs gelag, ek was baie opgewonde. Want dit is een levenslange droom, ek wil baie graag sing.
Petronella, is interessant om met jou te gesels. Ek weet jy gaan Kaap toe. Is dit fit handen by? Ja, nou in die vakantie, want kyk die mense kyk nou vanaand, dan wil hulle graag jou ook sien optree. Ja, ek dink ons nie die eerste te sien, maar daar is te wille van 'n groot dag oor AIDS en alles, het die kabaret self gaan oor HIV. O, ek sien. Het jy geskryf? Nee, ons het dit in 'n workshop, soos hulle sê, saamgeskryf onder regie van Blaise Kagh. O, ek sien. Ek het die klomp van julle het inset geleer. Ja, ek het die musiek gedoen daarvan. Dit is verskriklik lekker om met jou te gesels, Petronella. Ek wens jou geluk. Ek dink dit is 'n wonderlike prestasie op 'n vroeë ouderdom in 'n ou se lewe. En baie sterkte vir vorentoe. Jy sien vir baie kans. Ja, ek doen. En sterkte vir julle ook. Ek hoop ons gaan Afrikaans nog ver vat. So saam met so 'n jong opkomende talent kan ons nie anders nie. Nee, verseker. Die oues en die jonges. Baie dankie dat jy vanaand ingeskakel was by ons eerste pronte. Dit was vir ons in die ateljee baie lekker. Ons gaan volgende donderdag aand beslis 8:30 tot 9:30 weer so.